het blijft een traditie in elk geval. De beste wensen van de jongste gezinsleden meestal voor mama's, papa's, meters en peters. En alsof dat nog geen stress genoeg veroorzaakt, stond in Meissen ook nog eens onze cameraploeg aan de deur. Vol vertrouwen stapt Lennox Ayeni vanmorgen de trap af. De jongen van 6 heeft zijn beste wensen mee voor het nieuwe jaar. Liefste mama en papa, 1, 2, 3, weet je wat ik zie? Lichtjes hier, lichtjes daar, ik ben klaar voor het nieuwe jaar. Hip hip hoera, reuze knal, 2024 is daar al. De nieuwjaarsbrieven zijn een typisch Vlaamse traditie die begon bij bekende uitgeverfamilies in de 16e eeuw. Nu zijn het kinderen die hun wensen overbrengen aan hun familie en aan de rest van de wereld. Soms zie ik soms in veel voor de een mevrouw zelf niet eens met een potje, want zij heeft geen geld om een potje te kopen. Ik hoop dat dat stopt. Ja, dat zij wel nog genoeg geld heeft om kleren, warme kleren en een huis en lekker eten te kopen. De wereld één groot vreugdehuis voor iedereen, groot of klein. Zou dat nu niet heerlijk zijn? Je hebt iets over vrede gelezen, vind je dat belangrijk? Ja. Waarom? Omdat er vriendschap op de wereld moet bestaan en niet ruzie. En tussen wie moet die vriendschap bestaan? Tussen alle mensen op de wereld. Gelukkig nieuwjaar, je kapoen Jackson. 1 januari 2024. Veel mooie wensen voor iedereen in de wereld, maar uiteraard mogen deze twee jongens dit jaar ook aan zichzelf denken. Wat is uw wens voor dit jaar? Oh, ik denk dat de jongens dat goed hebben samengevat. Hè? Ze spraken over vrede, over vriendschap en... Naar Disneyland gaan. Ja, voor hem dan. En zit dat erin? Ja, ik hoop dat eigenlijk ook wel, maar we zullen daar nog eens overleggen.